Het is een beetje een land wat zich eindeloos opwint over het feit dat onze kandidaat voor het Songfestival gediskwalificeerd is. Hoe is het mogelijk? Wat verschrikkelijk, oh. Hoe komen we hier godsnaam overheen? We gaan ons de hele avond bezatten. Nou ja, dat heeft Joost wel gedaan, over het. In de dat de heeft Joost ook al, al ja, gedaan, heel verstandig. Van Joost, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het Songfestival, wat vind je daar allemaal van, van de rel rond het Songfestival? Vind je het het bespreken waard? <laughs> nou, eigenlijk niet, nee. Nee. Ik heb de indruk dat het ook nogal een. een, een hoe zal ik het dat Kijk die organisatie. Het heet geloof ik de EBU of zoiets. Ja, de, de, de overkoepelende organisatie van ja, omroepen. Die, die, was, die stond natuurlijk onder enorme spanning vanwege die, die Israël-problemen. Ik dacht er was ook nog een kans dat Israël ging winnen, maar begreep dat er geen sprake van was geweest. Uh, en en die, die heeft denk ik ja, veel te haastig gereageerd op wat kennelijk ja, een vrij ondergeschikte zaak was. Er is nu een Zweedse krant die zegt, die Joost Klein heeft een camera kapot geslagen na een repetitie omdat er een mevrouw was die, die filmde hem en dat mocht niet. Nou, nou ja, wij weten, dat is een ander wonderlijk aspect. Die zou toch zeggen, het is een, een daad van minimale competentie om zo snel mogelijk duidelijk te maken wat er eigenlijk gebeurd is. En dat gebeurt dus niet. Mm. Dus die Zweden, die ja, die, die hele organisatie maakt op mij dus een overspannen en incompetente indruk. Ik denk dat dat de hoofdoorzaak ja. is. Maar zie je nou niet zo. Aan de andere kant is natuurlijk onze, onze inzending krijgt hierdoor internationaal heel wat meer aandacht dan die waarschijnlijk onder normale omstandigheden zou hebben gekregen, want veel hoger dan vijf waren we niet gekomen. Ja. Maar zie je niet de spanning die er in Europa sowieso op politiek niveau is, terug nu in deze liedjeswedstrijd? Ja, maar ook wel een beetje bij deze organisatie. Die natuurlijk, ja, plotseling geconfronteerd werd met de mogelijkheid van, van demonstraties en ordeverstoringen in, in die zaal en zo. Dus die, 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 die stond natuurlijk onder stroom. Oké. Okay. Jij zegt eigenlijk uh, die organisatie, dat is een soort van NPO, maar dan uh, op Europees niveau. En ja, en, en, en boven. Iedereen stijgt op naar het niveau van zijn eigen incompetentie, zoals dat heet. En dat is in dit geval denk ik ook gebeurd. Het is een beetje net als het, 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 het universiteitsbestuur in Amsterdam. Ja. Die worden plots, kijk, dat zijn nou maar lui die rustig vergaderen over totaal onbelangrijke dingen. En, daar, ja. weken de en tijd dan eens gebeurt er iets dat... De wereldgeschiedenis die, die, die klopt nooit ook op de deur, maar die dreunt naar binnen voorzien van toeters en bellen en ik weet al dan. En dan wat. moeten ze nooit met beslissing nemen en dan zijn ze dan eigenlijk niet toe in staat en dan uh, ontstaat nee, de kortsluiting. Ja, ze zij zijn volstrekt uur bevorderd. Ja, dus uh, je ja, maakt een paniekerige indruk en dat was bij mijn gevoel. Ebu zeg ik het goed. Ebu, debu, de ja. Ja, Ebu leek me ook een beetje een paniekerige club. Die lui die ik daarvan gezien heb, bleek hem ook nog op paniek gerug. Maar dat ze dan zo'n joost uitgooien, vind je dat dan een terechte beslissing? We weten niet wat er gebeurd is. Hij heeft de camera kapot geslagen van een mevrouw. Ja, maar hij heeft haar niet aangeraakt. Hij heeft de camera wel aangeraakt. Ik weet het niet. Maar ik vind het al incompetent dat we niet weten wat er gebeurd is. Dat hadden ze eigenlijk gewoon moeten vertellen meteen. Ja, natuurlijk. Maak het duidelijk. Jazeker. Even Want... kijken, wat staat hier? De Zweedse Krant. Afton Bladet, die vertelt dat... Avondblad, neem ik aan. Avondblad, ja. Dat uh, Joost Klein, een jonge fotograaf die camera door het toedoen van Klein beschadigd raakte, die heeft hij in ieder geval, heeft hij die camera heeft hij kapot gemaakt. Er bestaat geen twijfel over dat hij zich volgens meerdere aanwezigen zeer agressief heeft gedragen, zegt dat avondblad, op basis van een betrouwbare, anonieme bron. Om... Ja, kijk, eens, een betrouwbare, anonieme bron. Dan ja. denk je ook al raar. Waarom wilt Afton Blader dat dan wel? Waarom kan die organisatie dat niet bekendmaken? Is er geen beeldmateriaal? Er waren allemaal camera's, zowel tv als fotocamera's, ja. de kom op. Het, het maakt op mij een totaal incompetente indruk. Die mevrouw van wie die camera is, is hulp aangeboden en ondersteuning, schrijft diezelfde <laughs> krant. Ze is, naar nou, wat ik begrepen heb, zegt die bron, behoorlijk aangeslagen door het incident. De EBU zou niet hebben gehandeld zoals zij heeft gedaan als het incident niet als zeer ernstig inschatten en dat die krant bevestigde opnieuw dat het incident vlak na het optreden van een kleine de halve finale van donderdag heeft plaatsgevonden. Er zouden meerdere getuigen zijn van het incident aangezien het vlak naast het podium gebeurde. Dat blijft mijn punt had dan meteen duidelijk gemaakt wat er gebeurd is. Ja. Had meteen eventueel drie, vier, vijf getuigen die er kennelijk bij waren opgeroepen. Dat zijn nu allemaal anoniem die aan dat de boel doorgebeld hebben. <laughs> ja. Verschillende getuigen zouden het gedrag van Klein als zeer aanstootgevend hebben ervaren, Verklaarde de bron als gevolg van de aanvaring zou de camera van de fotograaf kapot zijn gegaan. Dat is een beetje wat er is gebeurd, wat er nu is ja, gezegd. Het is nu een fotograaf geworden. Eerst was het, was het beeldmateriaal geloof ik, was het een tv-camera. Ja, dat, dat zou best kunnen. Hè. Wat ik begrepen heb is dat dat dus professionele media... Maar ook hier toch is dan weer... Ja. Het is een muisje. Kom op. Kan mij het schelen. Eh. Je kreeg ook al in Nederland een beetje het gevoel dat onze nationale eer was aangetast. Maar ook alle mensen riepen op: we moeten eruit stappen. We gaan een eigen, eigen zongfestival organiseren. Ja. Met het PVV-lied. <laughs> Heeft de PVV een lied of niet? Nou, als Wilders dit hoort, dan gaat hij dat meteen aan Dion ja, Goud opdragen. Dit, dit, dit is die, kun je echt, ja, daar kun je iets van maken. Als maar je de avonturist was echt heel boos. Die namen het heel serieus. Ja, dat begrijp ik, ja. Maar goed, die hadden ook moeten, moeten zorgen dat ze... Ik begreep eigenlijk van, de, van onze topjuristen... dat ze meteen een spoedprocedure, juridische ja. spoedprocedure hadden moeten ja, aanlezen. Niet Spong, maar die andere, hoe heet die? Die ja. hebben ze gevraagd. Ja, ook een beetje belachelijk. toch dat, dat, dat Knoops zich daar dan over uit moet spreken. Dat is dan een journalist die heeft gedacht, laten we Knoops ze bellen. En dan moet Knoops weer ja. wat vertellen. En Knoops die wil dat wel doen, want die denkt, prima, dan ben ik weer eventjes met mijn zaak op tv. Het is toch ook theater allemaal. Ja, tuurlijk. Je ziet dat we alles met theater hebben. Theater op straat. Theater in, in, op, het, op het Songfestival. Maar houdt dat het leven niet een beetje leuk en spannend voor sommige ja, mensen? Ja, dat wel. Dit is, dit, dit, het, 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 het Songfestival, daar kunnen we nog maanden over doorzeiken. En ja, dat, dat wel. Karnold Maas vond het heel, uh, vond het heel ja, belangrijk. Ja, die was hartstikke boos. Die was ontploft, begreep ik, ja. Moedend. Ja, ik heb het van die, van die jongen nooit... Van, ik, heb, ik heb wel eens een praatje met hem gemaakt. Ik ben wel eens in een programma van hem opgetreden. Maas bedoel je? Ja, vond een ja. ontzettend aardige en, en, en fijne jongen. En, en dat hij dan zo van z'n jongen nou in dat stomme zongfestival <laughs> ziet. Ik begrijp maar het Maar niet dat is van. zijn leven. Hij kent ook allemaal de die de nummers altijd. Ik, ik heb die... die in het vorige jaar heb ik het winnen winnen een liedje wel eens bekeek dat je denkt hoe is het mogelijk nee. dat dat wint ja hele rare liedjes ja. <laughs> die Italiaan die volgens mij onder zwaar aan de kook was dat, dat zei ik en dat iedereen beweerde dat dat zeker niet zo was en toen kregen we die man die een GUNA deed die onder water loeit het was, het, was, het is altijd wel iets heel bijzonders ja ja en er wordt dan nog gezegd door mensen, ik hoorde vandaag ook mensen zeggen, oh wat zielig voor die Joost Klein, want hij heeft er zo naartoe geleefd. En het was een lied ook opgedragen aan zijn, aan zijn vader die nou, overleden ja, is. ja, met dat lied kan hij nog vooruit. Ik denk dat hij overal in de Europese theaters kan optreden. Nou, het is wel grappig. Ik was laatst, was ik toevallig ergens. Nee, je ziet het al staan. Joost Klein, het zwarte schaap van het Songfestival. Vandaag in ons theater. Ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk. De... Man in Nederland. Heb je, heb je twee jaar lang alles uitverkocht? Op maar hij was de... al heel groot. Hè? Op TikTok heeft ja, hij heel op veel TikTok. volgers. TikTok, Maar ik zag laatst een, een hoge ambtenaar van EZK voorbij fietsen. En uh, die, wat, dat was vroeg in de ochtend. En die zat dus dat Europapaat te, te, te zingen <laughs> op de fiets. De, en hij had niet in de gaten dat er andere mensen ook op straat waren die dat hoorden. Ik dacht, nou, kijk, zo'n man die vindt dat ook hartstikke leuk. Dus het blijft wel bij veel mensen in een uh, in hun kop zitten. Ja, niet in de mijne, maar goed. Oké, okay. Maar vind je nou dat hij volgend jaar dat we hem dan op, opnieuw moeten sturen, zodat hij een tweede kans krijgt, dat hoor je namelijk nu ook hè, van nou, laten. Met hetzelfde lied. Nee, dat mag volgens mij ook niet, maar met een ander lied. Ja, misschien kan hij een ander lied maken over Friesland of zo. Hij komt eruit Friesland. Hij komt uit Friesland, ja. ja. Daar hadden ze ook zo'n plein ingericht hè. Waar ja, ze... ja, Friesland. Ja. Ja. Ik kan hier lied zingen over Friesland als zelfstandige, autonome republiek. Ja. Ja. Catalonië is nu ook weer in, 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 in reparroe. Ja. En er was uh, uh, nog een. Uh, is wel op zich dat nu Zwitserland heeft gewonnen. Neut het neutrale Zwitserland. tijdens zo'n beladen zongfestival. Dat is ook komisch, toch? Dat dan Zwitserland wint. Ja. Ik wist niet ze dat ze daar zingen konden. <laughs> nee. Ja, Alpenliedjes waarschijnlijk. Oh ja, de Jodelen. Dat is ja. toch? Ja. Dat is uit de mode geraakt, Jodelen. He? Nou, was ik was ik laatst het? in Oostenrijk. en dan was ik aan het wandelen in de berg. En dan gewoon daar gejodeld. Daar hebben ze Jodelhutten in de berg. Heerlijk land <laughs> trouwens. Heerlijk eten, heel veel schnitzels. Ja, Oostenrijk is een heerlijk land en een verschrikkelijk land. Ja. Ik had nog een foto gemaakt van de Schnitzel. Ja, het is een, waarom is het een verschrikkelijk land? Nou, dat natuurlijk ik, ja. ja. Ook met, ten aanzien van de, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is het wel een beetje een raar land. Dat allemaal high Hyliot eigenlijk nee, zeggen. Nee, toch? Nee, omdat ze natuurlijk in feite nooit afgerekend hebben met hun, met hun verleden. En natuurlijk, je moet eigenlijk, hoef je alleen maar in, in Wenen, kun je, je wel min of meer zijn ang voelen. Maar de rest is, is nou ja, ik geef toe, die schnitzels zijn heerlijk. Kijk, moet je eens kijken wat een schnitzel. Dit was bij Peter Schil. Ja, ja. heb je nog geweten? Keizersmar. Ja, heb de... ik ook nog gehad, ja. Zeker. Heerlijk, heerlijk. Maar moet je kijken wat een enorme hoeveelheid. Ja, het is, nou ja precies. Want dat is de laatste zo plat mogelijk, toch? Ja, moet wel zeggen. Het toch de flint op dun zijn. Maar wel erg lekker. Dus uh... ja, ik eh, nogmaals, even afzien van het verleden, is er verder met Oostenrijk. Hoewel, ik heb wel eens een avondje voor de aardigheid naar de Oostenrijkse tv en gekeken. en Tenslotte krijg je zo'n schoon genoeg van al die operettelaar met van die witte pruiken op, dat je denkt van, wat is dit voor ja. land? Nou, dan moet ik ook wel zeggen. Ja, je hebt daar de radiost die is er ook goed ontvangen, maar dan krijg je al die Italiaanse dingen. want het ligt ja, TV, dicht. Dat is, je denkt vaker dat in Nederland de tv waardeloos is, maar dan, dan moet je, je geneest vanzelf als je de tv ja. elders ziet.